En op nummer 3 plaatsen we Kobe Boys. Ja, en jou graag de volgende. En daaronder komt te staan onder geen. Antwoord. En dan pakken we de laatste in het rijtje thuis proeven. En dan vraag ik Nico weer. Wat mij dan komt gerust binnen. Pak lekker een stoeltje. Oh, dit wordt vet. Nou, dan gaan we even kijken wie we gaan koppelen aan deze vijf verenigingen. Beginnend met Jaap, jij was geloof ik even aan het beurt. HVC gaat starten tegen. De Postor. Oh. Wauw. VVZA, de organiserende vereniging van het Amersfoort voetbalkampioenschap in augustus, wordt gekoppeld aan. Daar komt hij, Nico. KVVA. Wauw. Ja, weer een applaus in de zaal. Helemaal top. Goed zo. We gaan kijken naar wie Kobe Boys naartoe gaat. Tegen wie Kobe Boys gaat spelen. Kobe Boys, tegenstander van Kobe Boys, CMVV. Ja, dan schiet het allemaal op. Amersfoorten krijgt als tegenstander APWC. Ja, en dan denk ik dat de laatste niet zo moeilijk is. Fop. Hoog van de Veen. Hiermee is het aquarium leeg en hebben we de proeven die op zaterdag 11 augustus gaan starten. Tijden ziet u daarnaast staan, maar nogmaals, u krijgt straks, ik kom daar nog even op terug, de formulier over uitgewerkt, daar waar u daar behoefte aan heeft. Dus de zaterdag is vol. We gaan naar het tweede blok, wat start op maandag 13 augustus vanaf 6:30. En daarin zitten de winnaars van de wedstrijden 1 tot en met 5. En zoals ik al gezegd heb, Hoogland, Nieuwland en Kwik. Daar gaan we maar weer. Ja hoor, jij mag al de beurt. Ja, helemaal goed. Ja, nee, helemaal goed. Dat is de winnaar van wedstrijd nummer 1. Die gaat naar links. Vervolgens gaan we weer gewoon naar beneden en daarna koppelen we weer de andere wedstrijden daaraan. Of de andere groepen daaraan. Onder wedstrijd 7 in eerste instantie Nieuwland. En dan goochelt Nico nu uit die vissenkom de volgende ploeg en dat is Hoogland. Ja. Hoogland. Ja, is het ook hier? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, wie heb je uit deze koper gekocht? Ik heb geen flauw idee. De winnaar van wedstrijd nummer 3. Goed, dan gaan we kijken wie we daaraan gaan koppelen. Als het goed is liggen er nog 4 kopers. Het klopt weer. Dan hoop ik dat ook een goede wedstrijd erin zit. Oh, ja, maar met die hebben wij wel, ja. Heel goed, Nick. Laten we maar komen. We gaan de winnaar van wedstrijd 1
die speelt tegen de winnaar van wedstrijd 4. Ja. Nieuwland. Nieuwland gaat. Ja, dat kan niet aan. Het is zo spannend. Nieuwland speelt tegen de winnaar van wedstrijd 2. Nick, roep je maar. Hoogland gaat op 13 augustus spelen tegen de winnaar van wedstrijd 5. Nou, dan krijgen we natuurlijk de winnaar uit zijn 3, dat is de laatste in deze cyclus. Ik kan me voorstellen dat kwik zou zijn, ja, dat is duidelijk. Daarmee, lieve mensen, is de loting voltooid. We hebben dus voor, ik noem ze nog even op, voor zaterdag 11 augustus. AVC De Postorde, VVZA, KVVA, Kobe Boys, CVV, Amsvorde, APBC en Fok Hoofdmander V. Op de maandag 13 augustus de winnaar van wedstrijd 1 tegen de winnaar van wedstrijd 4. Nieuwland tegen de winnaar van wedstrijd 2. Hoogland tegen de winnaar van wedstrijd 5. En tenslotte de winnaar van wedstrijd 3 tegen de AFC Kwik 1809. Dan wil ik deze loting formeel afsluiten met Nico en Jaap dank te zeggen. Ik moet zeggen, het was helemaal uit de kunst. Helemaal top. Dank jullie wel. Ja, 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 uiteraard. En ik kan u dan mededelen dat een afschriftje daarvan, hoe lang? Een half uurtje? Kijk even. Binnen een half uur kunt u hier, lijkt mij, even een afschrift in ontvangst nemen waarop alle wedstrijden staan. Voordat ik afsluit, zou ik ook de oudspelers van VVZA en het elftal van Amersfoort, oud-Amersfoort, willen dankzeggen voor een uitermate sportieve en leuke, prettige wedstrijd die puntgelijk is geëindigd. Ik dacht 3-3 uit het hoofd. Met dank ook aan de coaches, Henk Berry en natuurlijk Nico voor VVZA. En ik wil dan hopelijk, Edi, wil jij nog iets kwijt? Nee. Dan wil ik hiermee, of ben ik aan het einde gekomen van de loting, officiële loting. En zoals gezegd, over binnen nu en een half uur kunt u in het bezit komen van een uitdraai van deze loting. Dank u wel. Ik zou zeggen, tot ergens in augustus. Dank u zeer.